Donderdag 6 november. Dit is U Vandaag. Opnieuw zelfmoord door sprong van de Domtoren. Homo's voelen zich onveiliger in hun eigen buurt. En de enorme fietschaos voor station Amersfoort is bijna opgelost. Goedenavond. Goedenavond. Opnieuw een drama in Hartje, Utrecht. Rond 1:30 vanmiddag sprong een vrouw van de Domtoren. Verslaggever Floris Sprenger. Nou, dat is de 4e keer in 5 jaar. En ook deze keer maakt het opnieuw veel indruk. Straks meer, Floris. Maar nu eerst ander nieuws van vandaag. In de Utrechtse wijk Tuindorp Oost is een auto over de kop geslagen nadat hij op de Troostige Laan een lantaarnpaal had geraakt. De man en vrouw die erin zaten kropen er vrijwel ongedeerd uit. Ze konden ter plekke worden behandeld door ambulancemedewerkers. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De bestuurder had in ieder geval niet gedronken. Vandaag praat de Utrechtse gemeenteraad opnieuw over de nieuwe bibliotheek. Een deel van de raad wil dat wethouder Krijkamp toch nog een keer gaat onderzoeken of een biep in het oude postkantoor op de Neude mogelijk is. Vanmiddag werden ruim 13.000 handtekeningen aangeboden aan de wethouder. Daarmee wil een actiegroep bereiken dat die nieuwe bibliotheek toch op de Neude komt. In Hooggraven zijn 5 mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. De boosdoener was de cv-ketel in de woning. Eigenaar Portaal is verantwoordelijk voor die ketel. De woningcorporatie laat weten dat de ketel dit jaar nog is gecontroleerd. Uit voorzorg worden cv's in omliggende woningen nu ook nagekeken. De Utrechtse oud-PvdA-raadslid Bert van der Roest heeft mogelijk meer geld gestolen van dakloze krant Straatnieuws dan eerder werd aangenomen. De oud-penningmeester staat dinsdag voor de rechter. Het OM verdenkt hem van het verduisteren van bijna 70.000 euro. Dat is opvallend, want volgens Straatnieuwsvoorzitter Snets gaat het om 54.000 euro. Dat is al deels terugbetaald. Opnieuw is vanmiddag in Utrecht iemand van de Domtoren gesprongen. Het gaat om een vrouw en de politie gaat uit van zelfdoding. De laatste keer dat iemand van de Dom sprong was ruim 2 jaar geleden. Maar toch lijkt het steeds vaker te gebeuren. Het is de 4e zelfdoding in 5 jaar tijd. Dit keer besluit een vrouw een einde aan haar leven te maken. Haar lichaam ligt aan de kant van de Domkerk onder een laken. En al snel plaatst de politie hekken. De vrouw nam deel aan een rondleiding, vertellen 2 mannen uit de groep. Ik was helemaal boven. Ik heb er dus niets van gehoord en niets van gezien. Jij was beneden. Ik was op de 70 meter te horen. Daar is ze gebleven. Ja, en dat zeggen ze dat het daar gebeurd is. Ja. Maar of dat zo is, dat weet ik niet. De groep van 10 beklimt aan het begin van de middag de Domtoren. Omdat de groep klein is, kunnen de mannen een indruk geven van de vrouw. Eigenlijk een onopvallende vrouw. Ja. Ze zat veel. Ja. En ze zat op. En ze zag een beetje triester uit. Ja. Ze zag soms naar beneden te kijken. Ja. De groep wordt na de sprong van de vrouw direct opgevangen door personeel van de Domtoren. We werden onmiddellijk van de toren afgehaald en bij elkaar gezet. En er was eigenlijk meteen slachtofferhulp. Ik bedoel, dat vond ik heel goed georganiseerd hoor. Dat vond ik prima. Ja. Een uur na haar sprong wordt de vrouw van de plek gehaald door uitvaartverzorgers. De rondleidingen worden donderdag en vrijdag afgelast. De redactie, verslaggever Floris Sprenger. Floris, jij was vanmiddag op het Domplein. Je moet er niet aan denken dat je zoiets ziet gebeuren. Nee, dat is verschrikkelijk. Ook, dat heeft zo'n ontzettende impact. Het is heel erg verdrietig dat het weer is gebeurd. En direct ook, en dat zag je ook in het filmpje, was slachtofferhulp ter plaatse. En die ving ze ook op bij het punt waar je normaal de kaartjes kon kopen. En daar konden de mensen terecht met hun ervaring en hun verdriet. Nou, dan kun je de laatste jaren alleen onder begeleiding van een gids die Domtoren beklimmen. Je moet er nu ook niet aan denken dat je zo'n gids bent. Maar het is niet een oplossing. Nee, ze hebben sinds 2 jaar, toen de laatste zelfmoord eigenlijk daar was, hebben ze dat aangescherpt. Je kunt niet zomaar in je eentje die toren op, altijd onder begeleiding. Maar je kunt zeggen, als je echt heel graag een einde aan je leven wil maken, dan vind je altijd wel een oplossing om dat te doen. Dus ja, je kunt nog zo goed opletten, nog zo goed je best doen, maar je haalt ze er gewoon dus niet tussenuit. Dat blijkt vandaag alweer. Ja, nu zal vast die discussie ook wel weer oplaaien van dat die hekken, dat er hekken moeten worden geplaatst op de Domtoren. Denk je dat dat nu ook weer het geval is? Ja, daar kun je denk ik wel van uitgaan. Die discussie was 2 jaar geleden ook heel hevig. Het ebde toen weg, er werden toen geen hekken geplaatst. Ik heb zelf jarenlang in Groningen vlakbij de Martini-toren gewoond. Daar zijn in een korte tijd ook een aantal mensen van de toren gesprongen. En daar heeft de gemeenteraad destijds wel besloten om een hek eigenlijk om de eerste tranche, de eerste verdieping neer te zetten. Dat heeft gewerkt, want sindsdien is er niemand meer van afgesprongen. Het is niet de mooiste oplossing, maar het werkt. Ja, en hoe heeft de gemeente dan eigenlijk hier op dit drama vanmiddag gereageerd?
Ja, de gemeente heeft ons voor de uitzending een schriftelijke verklaring toegestuurd. Die pak ik er even bij. En ze zeggen dat ze de veiligheidssituatie nogmaals gaan onderzoeken. En ze benadrukken ook dat ze in 2012 dat ook al tegenlicht hebben gehouden. En vooruitlopen op de zaak, want nu het onderzoek nog niet is afgerond over het plaatsen van bijvoorbeeld hekken. Ja, dat vinden ze nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Goed. Floor Sprenger, dank je wel. De fietsenchaos bij station Amersfoort lijkt bijna ten einde. De gemeente, ProRail en de NS die willen de kelders onder het stationsplein inrichten als fietsenstalling. Ja, de kelders staan namelijk leeg. De gratis nieuwe stalling moet zo'n 1500 extra plekken opleveren. Het overvolle stationsplein zou dan bijna fietsvrij moeten worden. Valt niet mee, hè? Het is een ramp om bij station Amersfoort een plekje te vinden voor je fiets. De rekken puilen uit. Ja, het staat helemaal vol hier. Het is vreselijk. Nou ja. GroenLinks-fractievoorzitter Frans Prins maakt zich al jaren druk over de fietsenproblematiek. En is blij dat er nu eindelijk meer parkeerplekken komen. 1500 komen erbij. En het gaat voor een groot deel gebeuren in de kelder hier, hier beneden. En dat vinden we geweldig. GroenLinks is daar altijd voorstander voor geweest. Dus ja, geweldig. Fietsers die vanochtend het nieuws horen zijn ook tevreden. Want zoals de situatie nu is, kan echt niet. Het is niet oké. Ik loop er 's ochtends soms wat een kwartier te zoeken naar mijn fiets. Of een half uur en dan komt hij erachter dat hij gewoon echt weg is. Ja. Het is, nou ja, het kan. Maar het is ook, als het onder de grond kan, prachtig. De toegankelijkheid van de fietskelder is nog wel een punt van zorg voor GroenLinks. Frans Prins wil vooral dat de stalling veilig is. Ja, het hangt heel erg vanaf hoe dat ingericht wordt. Want wij vinden, GroenLinks vindt het heel belangrijk. Veilig kunnen stallen, gratis kunnen stallen. En het moet gebruikersvriendelijk zijn, dus je moet zo de stationshal in kunnen. Nou, ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ja, volgende maand beslist de gemeenteraad over dit plan, maar het lijkt eigenlijk al een formaliteit. Zometeen op zoek naar kriebelbeestjes. En FC Utrecht moet weer pieken morgen tegen Excelsior. Homo's voelen zich in hun eigen buurt veel vaker onveilig dan hetero's. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 20% van de homo's voelt zich wel eens bedreigd in de eigen wijk. Schijnende gevolgen zien we ook in onze provincie regelmatig. Ja, dit jaar nog vertelde de Amersfoorter Henk zijn dramatische verhaal aan u vandaag. En natuurlijk het weggepeste stel Hans en Ton uit Leidse Rijn. Volgens hen kun je als homo niet overal in ons land veilig wonen. Mensen vinden het toch steeds nog heel makkelijk om mensen uit te schelden, te bespugen en om voor je deur te komen te staan. Jarenlang werd Hans van Gemmert gepest, getreiterd en mishandeld. In zijn eigen wijk was hij niet meer veilig. Het verbaast Hans niet dat bijna een kwart van alle homoseksuele mannen zich onveilig voelt in zijn eigen buurt. Ik vind het wel heel treurig dat we eigenlijk nog niet verder zijn op dit moment. Nog regelmatig hoort Hans van andere homoseksuelen dat ze zich onveilig voelen. Eerder dit jaar deed Amersfoorter Henk zijn verhaal. Zijn spullen naar me gegooid, zijn stenen naar me gegooid. Aangescholden bij de bakker. Dat soort dingen. Henk woont inmiddels ergens anders. Hij is net als Hans en Ton gevlucht. Leven we op dit moment in de maatschappij waarbij we, hoe spijtig ook, moeten concluderen, als je homoseksueel bent kun je niet overal in Nederland wonen? Dat klopt, ja. Dat is een goede conclusie. Henk, Hans en Ton woonden in een buurt met veel, zoals ze het zelf omschrijven, schotels. En die buurtbewoners maakten hen het leven zuur. Dat ligt moeilijk en het is ook moeilijk om dat gewoon sowieso uit te spreken. Maar in de allochtone wereld is dat nog steeds heel moeilijk, homoseksualiteit. En daar moet nog heel veel gebeuren. Hans pleit voor meer voorlichting, met name bij allochtonen. Daarnaast zouden homoseksuelen volgens Belangenvereniging COC meer bij de wijk betrokken moeten worden. Het is toch, pesten is sowieso al een moeilijk onderwerp, en discriminatie ook. Vaak is de meldingsbereidheid niet groot, is het soms niet erg zichtbaar en wil ook niet iedereen aangifte doen. Dus ja, het is best een moeilijk iets. En wij zitten dan heel erg op de preventie. We hopen op die manier het te verminderen. De beslissing om naar een andere gemeente te verhuizen en dus als het ware te zwichten voor degene die de buurt onveilig maakte, was moeilijk. Maar toch de juiste voor Hans en Ton. Ik ben wel heel blij dat ik die beperking toch heb genomen en dat ik een plek heb gezocht waar die problemen niet spelen. Nee. Want het is wel slopend, dit soort zaken.
Ja, ook lesbiennes voelen zich erg vaak onveilig in hun eigen wijk. Vaker zelfs nog dan homo's, maar het verschil met heteroseksuele vrouwen is dan minder groot. Ja, hoofdluis. Je krijgt er al jeuk van. Ik zie het, Rix, als je eraan denkt. En op basisscholen zorgt dat kleine insectje regelmatig voor een hoop opschudding. Zeker als een hele klas er ineens last van heeft. Ja, zeker weten. Vandaar dat op de meeste basisscholen de kinderen regelmatig worden nageplozen door luizenmoeders. Dat gebeurt meestal na elke vakantie, ook op basisschool de Kameleon. Maar hoe zien die hoofdluizen er eigenlijk uit? Ze zijn zo groot. Alle leerlingen van basisschool De Kameleon worden gecontroleerd op hoofdluis. Ja, dat zijn van die kleine beestjes. Dan krijg je jeuk op je hoofd. Dat zijn hele kleine beestjes en die zijn zwart. Naar die kleine beestjes vlooien. Je kan ze bijna niet zien. De kinderen hebben net vakantie gehad en dat is voor de school het moment om een controle te doen. Luizenmoeders pluizen de haren door op zoek naar neten en luizen. Ik kijk vooral bij de oren en achter in de nek. Marlies Witteman heeft zelf ook kinderen en weet daardoor hoe vervelend het is als je kind luizen heeft. Daarom helpt ze graag mee bij het luizenpluizen. Ze is niet bang om de beestjes zelf te krijgen. Af en toe krijg je wel een beetje jeuk van. Als je zo bezig bent. Nee, maar daar ben ik niet bang voor. Zometeen goed de handen wassen en na elke beurt even je kammetje schoonmaken. Nee, daar ben ik zelf niet bang voor. De controle is niet de enige maatregel van de school om besmetting van luizen tegen te gaan. Alle kinderen die hebben een luizenzak. De jassen, handschoenen, mutsen, die kunnen daar allemaal in. Het idee dan is dat de luizen niet over kunnen lopen van de ene jas naar de andere jas. De jassen apart verpakken en meerdere keren per jaar de hoofden controleren zorgt ervoor dat op deze school niet meer zo vaak luizen worden gevonden. Maar mocht Marlies een beestje zien lopen? Dan melden we dat natuurlijk, geven we dat door. Wordt er contact gezocht met de ouders. En dan moeten de kinderen behandeld worden om verdere verspreiding natuurlijk tegen te gaan. Heb je wel eens luizen gehad? Ja. En hoe voelde dat? Kietelig. Niet leuk. Wat gebeurt er dan? Dan gaat mama de hele dag wel heel vaak je haren pluizen. Maar dat is nu gelukkig niet nodig, want na de controle blijkt dat alle 280 kinderen op de school vrij zijn van luizen. God, begint het bij jullie ook te jeuken zo ongeveer. Bij ons is huisarts Monique Munters. Ja, die hoofdluizen, waar komen die vandaan? Die hoofdluizen zitten eigenlijk alleen in je haar. Die kunnen niet springen. En die wandelen eigenlijk van het ene hoofd naar het andere hoofd. En ik heb voorafgaand aan de uitzending even een filmpje gekeken op thuisarts.nl. Dat is een medische website waar je eigenlijk heel veel informatie kan vinden, ook over hoofdluizen. En daar stond een heel mooi filmpje op. En dan zie je eigenlijk hoe vaak kinderen dicht met de hoofden bij elkaar zijn. Als ze iets in elkaars oor fluisteren, of als ze gimmen en koprollen maken, of als ze elkaar knuffelen. Of, nou ja. Ja. Dus dat gaat zo makkelijk. En dan loopt het beestje simpelweg van de ene haar naar de andere haar. Ja, toch zijn er mensen die behandelen je alsof je een vreselijk besmettelijke ziekte hebt als je hoofdluis hebt. Is dat dan onterecht? Nou ja, in principe, het wordt altijd geassocieerd als het is iets viezigs. Hè? Ja. En over het algemeen is het bij luizen zo, hoe schoner de haren, hoe meer luis. Oh. Dus als je minder vaak je haar was en als je er lekker veel gel in doet, dan heb je over het algemeen veel minder luis. Dus dat is op zich wel grappig. Terwijl dit soort beestjes worden altijd geassocieerd met al die mensen zijn vies of die beestjes zijn vies. Ja. Die beestjes zijn helemaal niet vies. Die beestjes geven alleen kriebel. En zelfs het praten over de beestjes geeft kriebel. Ja, ik zat net ook wel even zo. Dat is, maar voorzorgsmaatregelen, die zagen we net al wel natuurlijk op school. Is dat allemaal nuttig? Kun je nog meer doen? Nou, die luizenzak is heel omstreden. Hè. De vraag is überhaupt of dat ook maar enig effect heeft. Mm-hmm. De neten, zeg maar, de eitjes, die zitten vast aan je haar. Heel dicht bij de hoofdhuid. Die vallen er sowieso niet uit. Die krijg je zelfs met de luizenkam heel moeilijk eruit. Moet je vaak gewoon met je nagel echt haar voor haar eruit trekken. En die luizen, die wandelen. Maar die gaan eigenlijk, zodra ze van die haren af zijn, vrij snel dood. Dus die zitten niet op je jas te wachten totdat je hem weer aandoet en wandelen van de ene jas naar de andere jas. Dus die luizenzakken zijn al heel omstreden. Dus je hoeft eigenlijk niet te wassen thuis? Je hoeft ook niet te wassen thuis. Je hoeft je beddengoed niet in de wassen doen. Je handdoeken niet in de wassen. Knuffels enzovoort. Het is allemaal onzin geweest. Hadden we niks gedaan, Rix. Ja. Nou moet ik wel zeggen, ik heb zelf een keer luis gehad, dat
je wordt er toch wel een beetje viezig van. Mm. Dus een heleboel mensen gaan al hun bedden goed en handdoek wassen. Nice. Dat mag natuurlijk best. Maar voor de luizen hoef je het echt niet te doen. Hoef je echt alleen maar te kammen. 2 weken lang, 1 keer per dag, bosje voor bosje. Vanaf de hoofdhuid, want ze zitten dus heel dicht bij de hoofdhuid, kammen. En dan vooral de haargrenzen, dus voorhoofd, achter de oren. Mm. En aan de achterkant, daar waar het een beetje warmig en broeierig is, daar zitten ze het meest. Dat wil ik net zagen in het filmpje, zo moet je het doen. En als je dan de haren vervolgens van de kinderen vastdoet in een vlecht of in een staart, in de periode dat je dus de luizen behandelt, in die 2 weken, dan is de kans dat ze overlopen is minder groot. Ja. Terwijl ze al met die losse haren zitten, dan gaat het makkelijker. Als we dat nou met z'n allen heel strikt doen, komt er dan een dag dat hoofdluizen niet meer voorkomen in Nederland? Nou ja. Ja, dat is een hele ingewikkelde dit. Ja, dat weet ik niet. Het lijkt je niet. Het is al heel oud. Het zijn hele leuke beestjes. Okay. Ja. 2 millimeter overigens, hè? Niet zo. Ja, 2 millimeter. Nee, precies. Voor kinderen is het groot. Voor kinderen zijn ze groot. Dankjewel. Ik dank je gedaan. Ja, dan gaan we naar Utrecht nieuws, maar dan gebracht door andere media. Dan beginnen we met koninklijk nieuws van een zekere prinses bij ons uit de regio. Jazeker. Ze woont al enige tijd, maar dat weet je natuurlijk, op haar geliefde plek Kasteel Drakenstein in Lage Vuurse. Maar ze heeft een deurwaarder ingeschakeld om beslag te laten leggen op een landgoed waar ze niet woont dus, maar wel eigenaresse van is. Oh. Volgens de website Bekende Buren is de opstal van het landgoed in handen van een particulier en hij is de prinses nog €60.000 verschuldigd. Maar dat heeft hij nog steeds niet betaald. En daarom heeft Beatrix een deurwaarder in de arm genomen. En het gaat om een stuk land achter Villa Eikenhorst. Dus waar koning Willem-Alexander en koningin Maxima wonen. En dat landgoed van haar dus, van Beatrix, met opstallen zou nu te koop staan voor €4,4 miljoen. Euro. Willy en Maxi kunnen het er niet bij nemen. Die hadden toch ruimtegebrek? Ja, die moeten dat er gewoon bij kopen inderdaad. De gemeente Zeist heeft een rechtszaak gewonnen, nou we toch een beetje in die sfeer zitten, van een adviesbureau dat in 1 jaar tijd 70 WOP-verzoeken heeft ingediend. Dat schrijft het Binnenlands Bestuur. WOP-verzoeken, ja, dat zijn brieven die burgers of organisaties sturen naar gemeenten omdat ze informatie willen hebben die normaal gesproken een beetje in het bureaulades blijft liggen. Het adviesbureau in Zeist wilde onbegrijpelijke informatie over wet, werk en bijstand. Als de gemeente niet op tijd antwoord zou geven, dan zou ze een dwangsom van wel €1200 kunnen krijgen. Nou, volgens de rechter waren die verzoeken helemaal niet bedoeld om die informatie boven tafel te krijgen, maar juist om dat geld op te strijken. De gemeente Zeist is blij met de uitspraak. Het is dus eigenlijk alleen maar treiteren en proberen geld los te krijgen. Oké. Nou, dan heel iets anders. Met je zatte hoofd in het water vallen. Het overkwam een tijdje geleden een aantal studenten in een bootje op de gracht in Utrecht. Wij vonden het leuk, want we hebben dat gezien al. Maar in Amerika vinden ze dat nu ook bijzonder geestig. Welcome to Holland, or the Netherlands, or wherever the hell Dutch people live. All I know is you can get high here. Ja, die presentator, die lollige presentator, die denkt meteen dat er gebloot wordt, want het is in Nederland. Hij zegt trouwens in het filmpje wel de hele tijd dat het in Amsterdam is. Maar dat zullen we hem dan maar vergeven. Detail trouwens is dat alleen maar vrouwen in het water vallen. En die vrouw links met dat witte shirt, daar moet u even naar kijken, is toch een legendarisch. Hoppla, gewoon weer terug. Ja, het zijn studenten volgens mij, maar misschien zijn het ook wel Amerikaanse toeristen, of nee, niet? Nee, het zijn studenten. Wel zeker dat toch, weten wij. Ja. En ik ga het hem niet vergeven dat hij denkt dat Utrecht Amsterdam is. Ik zal erover nadenken. In Bibliotheek Het Eemhuis in Amersfoort was vandaag de beurs Iedereen kan lezen. Speciale beurs voor mensen die om welke reden dan ook niet goed kunnen lezen. Het kunnen mensen zijn die slecht zien, maar ook mensen met dyslexie en laaggeletterden. Ja, op de beurs kunnen ze allerlei hulpmiddelen testen die ervoor zorgen dat ook zij weer regelmatig een boek ter hand kunnen nemen. Het is vandaag de keus van de kijker. Hoi, Grit. Hoi, Grit. Goedemorgen. Schrijver Kees Smit deelt vandaag handtekeningen uit. Harteloos is de titel van zijn nieuwe boek dat hij op de beurs voor blinden probeert te verkopen. Zelf werd hij blind op zijn 40ste. Ik heb alles meegemaakt, goed zien, slecht zien en helemaal niet zien. En dat is een vervelende handicap, moet ik zeggen. Op de beurs voor blinden en slechtzienden is van alles te krijgen. Ik zet nu luister-tv in, dan kun je naar de tv luisteren. Luister-tv. Zonder dat de tv aanstaat. U kunt kiezen uit. Hans Nijman. Dit is nu het geluid van de tv op dit moment. Er komen steeds meer nieuwe, betere dingen voor blinden, slechtzienden, voor analfabeten. Net zoals je hebt hier een kastje, dat heet Webbox. En die leest de ondertiteling van de televisie voor. Nou, wat is het niet heerlijk om voor die televisie te zitten. Je kijkt naar de televisie en voor jou wordt de ondertiteling voorgelezen. Of de krant wordt voorgelezen. Nou, dat is toch geweldig? Tuurlijk. En ik doe er
Even mijn kaartje ook bij, ja? Ja. Vanaf zijn 19e kon Kees Smit minder goed zien. Uiteindelijk werd hij 20 jaar later helemaal blind. Mijn instelling is gewoon positief geweest. Dus ik heb altijd gekeken naar de dingen die wel kunnen. En ik ga niet lopen zeuren tegen mevrouw, joh, ik kan geen auto meer rijden. En als ik dat 5 keer zeg, dan zegt ze, joh, loop je even een blokje om. Dus dat schiet niet op. En een boek schrijven als blinde is dus geen enkel probleem. Nou ja, ik heb dus hulpmiddelen eronder zitten. Onder mijn toetsenbord ligt een braille leesregel. Dus ik kan voelen in braille wat ik geschreven heb. Maar de computer die spreekt het ook uit, dus de tekst wordt ook uitgesproken. Dus ik kan zowel in gesproken vorm luisteren als voelen in braille of ik het goed gedaan heb en dingen die ik wil verbeteren. Maar welke hulpmiddelen je ook gebruikt, het begint bij jezelf. Het grootste goed is dat je niet wil, maar echt wil. En dat is een heel groot verschil of je nou wil of echt wil. En ik wilde echt. Ja, waar wil is en waar techniek is, kunnen we nog een hoop bereiken. Waar kunnen we onze verslaggever morgen naartoe sturen, Marie? Allereerst naar een verwendagje voor verstandelijk beperkte bij Abrona. Leerlingen van het wijkleerbedrijf in Veenendaal die leggen zo'n 30 verstandelijk beperkte in de watten. Ze worden verwend met een lunch en ze krijgen ook een hand- en voetenbehandeling. Heerlijk in ieder geval, zou ik zeggen. En wij zouden kunnen meegenieten. De tweede keuze is een supermarkt in winkelcentrum De Hamershof in Leusden. Het is helemaal verbouwd. De nieuwe eigenaar pakt het heel anders aan. De supermarkt heeft ook nog een primeur in de regio. Ze hebben namelijk een tapmuur waar je zelf je pasta, je rijst of cornflakes kan tappen en wegen. Nou, hoe dat nou precies werkt en wat de klanten ervan vinden, dat kunnen we u morgen laten zien. En tot slot, basisschool De Rietakker in De Bilt doet dit jaar voor de 15e keer mee aan de actie Schoenmaatje van Edukans. De leerlingen vullen dan een schoendoos met allemaal spulletjes voor kinderen in arme landen. En die kunnen we bekijken en de kinderen kunnen ook vertellen waarom ze die spulletjes nou daarin hebben gestopt. Dus de verwenddag, een bijzondere supermarkt of gevulde schoenendozen. Maak uw keuze op rtvutrecht.nl. Mooie overwinning was het afgelopen weekend. Utrecht-Vitesse 3-1. Maar Utrecht heeft maar 4 dagen om zich voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Morgen gaat de nummer 10 nu van de Eredivisie op bezoek bij de nummer 13, Excelsior. Op Woudestein wordt er afgetrapt, in ieder geval zonder Robin Ruiter op de goal. Hij heeft nog last van een liesblessure. Een 3-1 overwinning op Vitesse, dan moet het tegen promovendus Excelsior dus ook wel lukken. Toch mag die ploeg niet onderschat worden. Het is wel heel makkelijk om te zeggen dat je daar even 3 punten moet halen. Maar Excelsior doet het uitstekend. Heel gegroepeerd, weet je. Iedereen weet precies goed wat hij moet doen in het veld, wat hij wel en wat hij niet kan. Dus het is gewoon een lastige wedstrijd. Een wedstrijd waarbij Tommy Oor ontbreekt. Net als doelman Robin Ruiter en verdediger Timo Letschert. Mark van der Marel keert terug van een schorsing en zal linksback spelen. Ook is er weer een basisplaats voor Christopher Peterson. It's been difficult, you know, as out of the first 11 for a few games, but you just need to dig in and work hard and prove the coach that you want to take your place back and he showed that he trusts me and I played again last week, so I'm happy at the moment. Tijdens de training zien we de 19-jarige aanvaller veel praten en lachen. Hij lijkt op zijn plek. I'm realizing now what football is about and it's not about just dribbling and be good on the ball. You need to work hard and help the team out in all sorts of areas on the pitch. Iedere speler bij FC Utrecht kan dingen verbeteren, dat is duidelijk. Maar het geldt sowieso voor ieder mens. Hè. Iedereen kan beter worden in dingen. En dat geldt voor Christopher ook. Maar ja, hij is 19 jaar. Dat is hartstikke jong. En hij komt van Liverpool waar hij een beetje aan zijn lot overgelaten is. Dus ja, hij moet wel leren in een team te functioneren. En dat gaat met vallen en opstaan. De ene keer beter dan de andere keer. Maar op dit moment laat hij wel steeds vaker zien waar hij goed in is. En daar gaat het uiteindelijk om. Je moet uitblinken op je goede punten. En dat gaat hij steeds vaker laten zien. De zweet zal de komende weken nog meer opbloeien, want de temperaturen dalen. En dat zijn Scandinaviërs wel gewend. I'm also used to put the hat on and everything to protect myself from the cold. So hopefully I'm allowed to wear that when it gets really cold. And how's your Dutch? Ah, ja, precies. Prima. It's prima. Prima, toch? Ja, ik vond het als goed. Dat woord het enige is, dan... Nou, prima. Ik hoop dat dat in ieder geval het geval is als ze tegen Excelsior moeten spelen. Morgenavond dus. En die wedstrijd begint om 8 uur en is uiteraard live te volgen op Radio M Utrecht. Laten we eens kijken dan of we een beetje aardig voetbal weer krijgen. Vanavond zijn er wat meer opklaringen. Op beschutte plekken kunnen mistbanken ontstaan, maar die verdwijnen in de loop van de nacht. Het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen steeds meer bewolking. In de loop van de ochtend wat regen. In de loop van de middag wordt het weer droog. Bij matige zuid-zuidoost.
zuidoostenwind wordt het hooguit 9 graden. En de dagen daarna vrij veel bewolking, maar nauwelijks regen van betekenis. De temperatuur schommelt dan rond de 11 graden. En daarmee zijn we er doorheen. Kijk voor het allerlaatste nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe U Vandaag. Wat mij betreft graag tot dan. Ja, fijne avond nog. Dag.